Hi Boogschutter, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 42. Dat is van maandag 14 oktober tot en met zondag 20 oktober. En dan zal ik kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Boogschutter alsof je eigenlijk een bepaalde situatie wil bereiken en je lijkt daar wat dominant in te zijn, laat ik het zo zeggen. Je houdt niet echt per se rekening met de situatie zoals die is, of de situatie van een ander. Je hebt voor jezelf eigenlijk iets bedacht en daar wil je gewoon voor gaan. En wat je eigen gevoelens daarvoor zijn, of wat eigen gevoelens van andere mensen zijn, die doen daar even niet toe. Je lijkt je best wel wat dominant daarin op te stellen. En toch ook heb ik het gevoel dat je de situatie wil accepteren zoals die is, maar dat je daar toch wel wat overheen dendert. En dat is vooral een stuk wat gewoon heel erg naar voren komt. En dat is op zich niet per se een probleem, omdat je daar toch wel voor jezelf ook wel je dingen uithaalt. Alleen, ik zou zeggen, al mochten mensen er nu iets van zeggen en je ook wel toch wel benoemen dat je vrij dominant bent, ga het dan ook niet ontkennen en geef aan waarom je bijvoorbeeld dit zo graag wilt of waarom je hier eigenlijk wat op doorduwt. En dat lijkt het eigenlijk ook op zich wel weer goed te zijn, want mensen kunnen er zeker wel iets mee op het moment dat jij gewoon heel duidelijk bent wat jouw doelen zijn en waarom je dit op dit moment zo doet. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.